Echt, ja. Gewoon... Esther, er wordt over jou al gesuggereerd dat jij wist dat ze er vandoor zouden gaan en er misschien zelfs bij geholpen hebt. Nee, is dat zo? Nee, ik wist dat niet en ik ben daar ook niet bij betrokken geweest. Op geen enkele wijze. Wanneer hoorde jij dat ze vertrokken waren? Die nacht toen ik wel even bij de familie geweest ben. Omdat mij dat gevraagd werd. Maar meer weet ik niet. Nee. Hoe kan het eigenlijk dat niemand dat weet? Hebben ze dat helemaal zelfstandig besloten? Van we gaan er vandoor? Kennelijk is dat zo. Ja? Ja. En weten jullie waar ze naartoe zijn gegaan in het weekend? Ik heb geen flauw idee. Nee. Ik vraag het even omdat het Algemeen Dagblad heeft op dit moment net een interview gepubliceerd met de moeder. En we zien dat hier ook. En daar is de vraag die open staat is dat de opa en oma in Nederland zijn. En de moeder, Amina, heeft dus gezegd vanavond... mijn ouders hebben in 1999 een verblijfsvergunning gekregen in Nederland. Mijn vader ging vanwege problemen in zijn eentje naar Nederland. Hij zou terugkomen, dat lukte niet. Toen zijn mijn moeder en broer ook naar Nederland gegaan. Ik ben met mijn zus in Armenië gebleven omdat ik studeerde... omdat mijn oma erg ziek was. Dus dat was, neem ik aan, bij jullie bekend dat de oma en opa hier wel waren. Wisten jullie dat? Nee. Nee? Dat is voor het eerst dat je ervan hoort nu? Ja, nooit van hun grootouders of van die vader niks gehoord. Nee. Esther, wist jij het dat ze hier waren? Nou, ik wist dat niet... Exact. Het is toch geen je hoeft er toch niet geheimzinnig over te doen, want ze hadden een verblijfsvergunning. Maakt toch niks uit, of wel eigenlijk? Ook dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben geen advocaat, dus daar kan ik heel weinig over zeggen. Het gaat vooral om de dankbaarheid dat Hoek en Lily mogen blijven. En dat we nu natuurlijk enorm de stap willen maken om ook voor de kinderen die hier aan tafel zitten, die in een vergelijkbare situatie zitten. Tuurlijk, daar gaan we het zo ook over hebben. Maar ja. Nog één vraag daarover. Martin, waarom, het is allemaal in geheimzinnigheid omhuld wat er nu precies gebeurd is. Wist jij dat de opa en oma hier waren? Nee, ik weet ook niet precies hoe de familiegeschiedenis in elkaar zit. En dat vind ik ook ergens niet zo heel relevant. Het gaat ons inderdaad om de rechten van deze twee kinderen... die nu gelukkig mogen blijven hier in Nederland... Na een zeer lange procedure en na 10 jaar in Nederland. En daar is het ons om te doen geweest in deze zaak. En daar gaat het ons ook om bij al die andere kinderen... Die in Nederland in dezelfde situatie zitten. Die hier 5 jaar of langer zijn en geen verblijfsvergunning hebben. Ja. Wat